Kijk even mee naar een kort fragment. Dat de een op de ene manier reageert en de ander op de andere manier. Iedereen is gebakken zoals hij gebakken is. En wat ik waardeer aan Diederik Samsom is, als ik een afspraak met hem maak, staat hij. Hij speelt geen spelletjes. Ik ben het op heel veel punten inhoudelijk met hem oneens. En toch zijn we erin geslaagd goede afspraken te maken om dit land door een hele moeilijke fase te leiden. En ik waardeer hem ontzettend. Ja, even terug in de tijd. Dit was begin dit kalenderjaar. Als we teruggaan in de tijd, Rutte 2 begon. Minderheid in de Eerste Kamer. VVD werd gecorrigeerd met de inkomensafhankelijke premie. Bij jullie was ook wat gedonder, maar dat is op zich niet weinig nieuws in deze. En nu na 2 jaar, halverwege, is er eigenlijk zoveel door de Kamer heen gejast aan nieuw beleid, dat iedereen zich afvraagt, wat gaat u de komende 2 jaar doen? De VVD staat in alle peilingen rond de 30 en jullie zitten een beetje tussen de 11 en de 13. En dus ontstaat er wat spanning en zagen we de volgende krantenkoppen verschijnen de afgelopen weken. Let even op. Diederik speelt geen spelletje. Het gaat me voornamelijk om de subkop. Dit is ook uit de Volkskrant. Het komt vast wel weer goed met de Partij van de Arbeid, denkt VVD-premier Rutte. Ik denk, citaat, dat mensen vanzelf gaan zeggen, laten we weer Samson stemmen. En uit de Volkskrant van vanochtend. Ja, nee, dit is nog de Telegraaf. Ja. Dit is ook niet onbelangrijk. Leegloop bij team Samson. We zien daar ook een fotootje van. Gaan we even door naar de Volkskrant, want dat is uit de Volkskrant vandaag. Kijk, hier zien we het. Dus links is op de bank Samson en daarna zit zijn woordvoerder, zijn speechwriter, nou ja, kortom zijn kabinet. En de zorgen die worden uitgesproken over het eventuele gedonder bij jullie, worden allemaal ingestoken door VVD'ers. De VVD'ers zijn druk bezig met spinnen en aan jou de vraag is, spin it away. De VVD is druk bezig met spinnen en ze hebben een krant en die heet de Telegraaf. En wat mij dus opviel, de Telegraaf die heeft zo ongeveer elk half jaar hebben ze een dingetje, oh ja, we moeten weer de PvdA even besje. En dat hele jaar, dat halve jaar zijn ze bezig met feitjes en dingetjes en snippertjes informatie verzamelen. Dus wij waren al, wij wisten ook al dat een aantal mensen van het team Diederik, dertigers die hoppen, dat die weg zouden gaan. Dus wij waren al helemaal verbaasd van, dat dat nog niet in de krant staat. Hoe kan dat toch? En afgelopen week dus van nou eindelijk. En toen hadden ze dus die 2 snippers bij elkaar gebracht, namelijk onze jaarlijkse fractieverkiezingen. En dus de team Samson, overigens het team Rutte loopt ook leeg. Kajsa Ollongren is hierheen gegaan. De secretaris van de VVD wordt ook perschef bij Frans Timmermans. En volgens mij, oh ja, en Henk Brons, dat is echt de rechterhand, die ik zelf ook nog ken, van die gaat naar de Antillen. Dus het loopt overal een beetje leeg. Oké, heel goed. Hou me vast, ik ga hier onderbreken. U heeft eigenlijk 2 types spin the ways even gezien. Het panel, Nienke. Wat vind je van de demontage van de spin van de VVD gedaan door Maylie Vos? Nou, ze speelt de bal terug. Dat is altijd een goeie. Ja. Ik zeg, de VVD heeft een krant. De PvdA ook. Die meldt ook barsjes in de coalitie. Dat is echt niet meer de PvdA-krant, hoor. Sorry. Weet er iemand dat nog? Gelooft iemand dat nog? Niet het publiek erbij betrekken. Hou het bij jezelf. Hou het bij jezelf. Ja, Peter K. Peter K. We zien het dus. Is het liefde of is het verraad? Wat gebeurt hier? Nou, kijk, je moet natuurlijk onderscheid maken tussen premier Rutte en tussen de fractie van de VVD. En de fractie van de VVD, daar lopen wel mensen rond die het helemaal niet zo fijn vinden om met de PvdA te regeren. Maar Rutte is oprecht in zijn liefde voor Samson, dat geloof ik echt. Maar wat hier wel vergeten wordt, is dat aspect van Khadija. Daar wandelt Meili wat makkelijk overheen. Even uitleggen, er is ook een transitie gaande in het kabinet, de fractiebestuur eigenlijk. Ja. Daar is iemand eruit gegaan en er zal iemand erbij komen, die werd het niet. Nou, Roos van mij ging eruit. Adje Kuiken was kandidaat van Diederik. Khadija was kandidaat van een deel van de fractie. En die is gekozen. En als je dan aan een aantal fractieleden in de wandelgangen vroeg, wat betekent dit? Dan zeiden ze, dat is een signaal van onvrede. Dat was zo'n quoteje wat je steeds hoorde. Dus, dat hoorde je van PvdA-fractieleden? Ja. Ja. Dus een deel van de fractie heeft gekozen voor Khadija. En afficheert dat zelf met deze quote. Marieke, nou ja, dan is er wel iets aan de hand, zou je zeggen. Marieke Blom, ik heb je in de introductie al gezegd, heb ik heel geïnteresseerd als een van Wouters Angel, de vorige partijleider. Dat zo'n heel kabinet leegloopt, een woordvoerder, een speechwriter, een politiek assistent. Hoe kijk jij naar dat nieuws? Daarvan zou ik eerlijk gezegd zeggen, dat is non-nieuws. Dat is gewoon toeval. Dat gebeurt gewoon op zeker moment. Volgens mij is dat niet het interessantste wat hier aan de hand is. Heel goed. Maar Peter zei iets interessants. Hij zei, er is wel iets aan de hand. Wat is er aan de hand? Nou, het is zo dat een deel van de fractie, de manier waarop Diederik Samson leiding geeft aan zo'n fractie, is wat directief. En die had een team om zich heen, deze mensen, deze groep van 4. Daar deed hij veel mee. En dat was voor een aantal fractieleden was dat niet zo prettig. Dus ze willen meer inspraak hebben, ook Diederik meer tegenspraak geven.
En dat Khadija kan dat heel goed doen, denkt men. Zit er lang, heeft soms wat afwijkende standpunten. Dus ik denk dat een rol speelt. En voor alle House of Cards liefhebbers, hè, je hebt de Chief Whip nodig. En Mariette Hamer is weg. En ik denk toch, als er een Chief Whip was, dan was dat Mariette Hamer. Dus dat er nu weer even... Nou, die was de informele Chief Whip misschien, maar Roos van Meij was dan de Chief Whip. Samen met Martijn van Dam, denk ik. Meili Vos, het is op zich natuurlijk aardig even om te horen van zijn panel wat er allemaal in jouw fractie omgaat. Dat is op zich... heel even... Interessant. En in welk team zit jij, Meili? Vertel het maar. Team Ariep of Team Samson? Zegt Peter. Nou ja, daar zeg ik dus niks over. Ik moet wel zeggen, ik ben blij met Khadija. Ja. Ah, heel goed. Dames en heren, Meili Vos, ga lekker zitten. We komen zo weer mee terug. Goed.